Het ging vandaag over de digitalisering en de overheid die daar een belangrijke rol in speelt. En hoe zorgen we ervoor dat de burgers daar profijt van hebben in plaats van nadeel? De communicatie tussen burger en overheid vindt op dit moment op een redelijk niveau plaats. Echter, we zien toch wel dat de scheidslijn tussen de groep die heel goed mee kan komen en de groep die minder goed mee kan komen, groter begint te worden. Ik vond het heel mooi om te zien dat er een hele nieuwe groep van aanbieders te trappelen staat om deze markt op te kunnen lopen. Nou, wat ik mee naar huis neem is dat er een soort van basis is die niet alleen maar gaat over de digitalisering, maar over de manier waarop we in Nederland willen samenwonen en samenleven. Dat moet je goed weten, dat moet je aan de burgers vragen en dan kan je systemen gaan bouwen.